Dieren in het archief. Vandaag is de Dierendag en het leek ons een goede gelegenheid om eens te kijken wat wij aan archiefmateriaal over dieren hebben. We hebben natuurlijk het een en ander over honden, katten, varkens en paarden. Maar we hebben ook een archief van de Koeienfokvereniging van Tilburg. Een van mijn collega's van het Textielmuseum, die weet daar meer over. Ik weet nog van vroeger bij mijn oom, ja. Mijn familie komt uit boerenbedrijf... Ja. Dat er een vlekkentekenaar was. Want dat vlek was eigenlijk de handtekening van de koe. Dat was karakteristiek van de koe. Iedere koe ziet er anders uit. En de koe moet aan twee kanten getekend worden. En dat deed niet de boer zelf. Nee. Want die zou niet de precisie hebben van de vlekkentekenaar. Je ziet ook mooi hoe het elke keer heel anders is. En hoe ging dat? Ik heb er nog nooit van gehoord, een vlekkentekenaar. Ja, dat was iemand die dus heel goed oog had voor lijn- en vlakverdeling. Die dan kon zien, oh ja, die vlek die eindigt halverwege de romp. Of die vlek die gaat tot het been. Nu hebben ze natuurlijk oormerken met nummers. Ja, dat klopt. Ja. Dus dan hoef je die vlekken niet meer te weten. Maar die oornummers bestonden toen nog niet. Dus de vormen van de vlekken waren de herkenning van welke koe ze voor zich hadden. Alles wordt omschreven, van de kop, de romp, wordt er allemaal een beetje grof. Staartbanden en staartstok, iets grof. Huid en haar, soepel. Oh, oké. En hoeveel punten heeft het D? 76,8. Zo'n rapport, hè? Een keuringsrapport. Ja. Fijne Dierendag, iedereen. Wat wij trouwens ook nog aan dieren in het archief hebben, is bijvoorbeeld deze tentoonstellingscatalogus van kleur- en postuurkanaries. Ook leuk om onderzoek in te doen.